Oh, de fuck moet ik deze video beginnen? Ik ben gewoon zenuwachtig. Ik weet het niet, jongens. Ik weet het niet. Ik ben gewoon oprecht zenuwachtig. Mijn hart, als je het kon voelen. Mijn god. Maar goed, ik moet maar gewoon de video beginnen, denk ik. Dit is zo onwennig. Ik zie mezelf in fucking beeld. In mijn Star Stable video's. Dat heb ik dus nog nooit gehad. Jullie ook niet. Jullie zien mij ook voor het eerst. Ja, ik... Ja. Ja, laat ik maar gewoon de video beginnen, jongens. Welkom bij deze video. En voor het eerst zien jullie mij. Letterlijk mij. In het echt... Ik ben Riley. Ja, ik weet niet hoe ik deze video moet beginnen. Ik weet het niet. Maar ja, ik dacht... Ik mis iets in mijn video's. En ik weet niet of jullie nou heel vrolijk zijn om mijn hoofd elke keer te zien. Maar ik dacht, ik vind het toch wel leuker, denk ik, om... Ik vind het zelf ook leuker om video's, zeg maar, te kijken waar ik ook echt iemand zie reageren, zeg maar, op wat er gebeurt. En mijn video's missen dat gewoon. En ik heb eventjes mijn moeders webcam gejat. En ja, als dit goed wordt ontvangen door jullie, en het bevalt mezelf ook, dan, ja, dan ga ik het gewoon denk ik voor altijd doen en dan koop ik een eigen webcam. En dan doen we het voortaan zo. En let niet op mijn kamer. De setup is allemaal nog hartstikke ruk. Maar ja, dat moet de pret niet derven. Ik ga het nieuws, heb ik hier naast mij, op mijn andere scherm erbij. En ja, laten we gewoon de update spelen. We doen gewoon alsof het een... Het is ook gewoon een normale update video, maar laten we gewoon doen alsof er niks anders is dan normaal. We moeten naar... Oh my god. Wow, we hebben echt ziek veel te doen. Oh god. Daarbij heb ik Ash, zoals je ziet, tot level 8 al getraind. Ik hou ervan. Ik ben elke dag online nu. Ineens. Ben ik nooit. Maar nu ineens wel. Met het festival en zo. En ik heb Haley. Dat oude stokpaard. Die Haley heb ik per ongeluk tot level 15 getraind. Dus als daar een Let's Jam van komt, kan ik hem niet meer tot level 15 trainen. Want dat heb ik dus per ongeluk al gedaan. Super dom. Maar ja. Weet je, we moeten het er ook maar mee doen. Waar ga ik heen? Ik moet naar Tan. Maar is Tan niet hier? Lopende... Oh ja, wacht. Dat is... Oh nee, dit is echt kut. Oh. Laat ik trouwens ondertussen even... Waar is Tan? Hallo? Is zij niet hier? Ik dacht dat het hier was. Bij die... Met die dieren. Oh. Tan, mooi. Oh, er is Pad van het Rode Lint is er ook natuurlijk. Super saai. Anyway, laat ik even vertellen waarom ik eigenlijk heel lang geen webcam heb gebruikt in mijn video's. En dat is eigenlijk puur de angst dat mensen die mij kennen mij vinden. En er iets van gaan vinden dat ik dit doe. Heel weinig mensen in mijn leven weten dit. Zelfs mijn allerbeste vriendin weet het niet. Ik heb wel een andere vriendin die het wel weet. Maar ja. Aan de andere kant, ik zeg mijn echte naam niet. Ik heet gewoon Riley. Dus ja. Of ja, voor jullie heet ik Riley. En er is ook nog, ja... Zeg maar, mocht iemand toch mij vinden en denken van, what the fuck, waarom doet zij dit? Dan waarschijnlijk vindt diegene zelfs Star Stable ook leuk. Dus ja. Dan denk ik eigenlijk van, ja, waarom ben ik eigenlijk bang, weet je wel? Ja, dus dat eigenlijk. Ik wil het gewoon proberen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik hoop ook dat ik er wat meer aan kan wennen. En ik weet niet wat ik allemaal aan het doen ben, maar ik moet niet hier zijn. Ik moet even... Ik zie ook die... Kijk, die webcam van mij zit hier. Dat is zeg maar in mijn beeld. En ik weet niet of ik dat nog anders kan krijgen. Ik ga er dus sowieso een andere kopen. Ik moet toch wel terug. Kut, sorry. Maar deze die hangt een beetje zo half. Dus ik zie niet wat er achter dat dingetje gebeurt, zeg maar, op mijn scherm. Normaal gesproken gebeurt daar niet heel veel, maar ik mis toch een stukje beeld. Wat ik kan zien voor mezelf. Ik kon hem ook op mijn andere scherm plakken. Alleen dan zie je een keer dat ik, zeg maar, dat is anders of zo. Dat vond ik niet zo mooi. Ik vind mijn vooraanzicht beter. Dus ja. Oh god, ik ben echt dom. Oké, hier is dan. Hallo. Laten we eerst de loslopende dieren doen. Scott wilde good heeft de schattigste dieren. Kudde dieren, bla 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 bla. Geen zin om te lezen. Praat met Scott. Nou, sure. Kunnen we die andere ook alvast doen? Wil je Pad van het Rode Lint ontdek? Ja, yeah, sure. Tijdens een buitenrit. Nou, dat vind ik eigenlijk best wel saai. Maar goed, klinkt spannend, hè? Ja, poeh, absoluut. Echt heel spannend. Ik ga naar het beginpunt van het pad
Oh nee, gaan we dat toch niet nu al doen? Oh, nee. Goed. We gaan eerst naar Scott en daarna gaan we dat stomme pad wel even doen. Je wilt dat niet vallen. Als lopende dieren tegengekomen. Oh, dat is hetzelfde idee. Oh, we moeten nu... We krijgen zoveel shit om te doen. Help Scott om minstens één dier te vinden. Oké. Okay. Ja, ik hoop dat ze makkelijk te vinden zijn. Dit is toch eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde als die Starshine hoeven, dacht ik. Hoop ik. Holy shit, ik vind het zo gek dat jullie mij gewoon kunnen zien. Oh mijn god. Ik zie mezelf ook in beeld nu. Dat vind ik wel chill trouwens. Maar het is een beetje onwennig nog. Maar, oh ja, hier, velen, let's go. Let's go. Ik weet ook niet of de grootte van de webcam te groot is of te klein in beeld. Laat het even weten. Geef alsjeblieft feedback, zodat ik er wat mee kan. Want ik wil heel graag jullie mening horen. Hey, oh, hallo, ik ga dood. Volgens mij zag ik hier nog één, of niet? Ja, let's go. Nog een veulen. Het universum... Oh mijn god, nog een veulen. You kidding me? Let's go. Of is dat eigenlijk altijd de eerste keer? Geen idee. Oh, check die XP, bitches. We kunnen hier dus nu ook meer... Ah. Ja, ik leef ervoor. En weet je... Oh ja, trouwens, ik heb jullie helemaal niet gezegd waarom ik nu wel een video kon opnemen. Oh mijn god. Het is ja woensdag. Ja, wauw. Surprise. Ik kan nooit op woensdag normaal gesproken een video opnemen. Maar ik ben gewoon deze week vrij. Ik ben volgende week vrij. En die week erop ben ik ook vrij. Let's go, jongens. 3 weken soort van... Ja, gewoon 3 weken vakantie. Deze week heb ik eigenlijk presentatie- en inspiratieweek op school. Maar dat is... Ja, maandag een presentatie gegeven van mijn project. Heb ik een 9 voor gekregen trouwens. Echt top. Maar... Ja, dat was maandag, een halve dag. En de rest van de week ben ik gewoon vrij, want ik heb alles al af. Dus dat is echt super chill. Dus ja, en de volgende 2 weken heb ik natuurlijk mijn vakantie. Hebben jullie ook vakantie? Laat even weten wanneer. Ik heb volgende 2 weken vakantie. na deze week dus. Dus ja, heel chill. Dus dan kan ik mooi lekker de update gewoon lekker op woensdagochtend spelen. Dat vind ik echt wel fijn. Ik ben nog even ondertussen op zoek naar het laatste... beest, maar ik kan hem nog niet vinden. Hallo. Kan die hier zijn? Ik denk het niet. Ik wil ze wel alle 4 nu vinden hoor. Oh, we hebben zoveel te doen. Dan krijgen we ook nog extra dingen om te doen. En we hebben XP for life gewoon. Laat ik wel even deze dieren vast claimen. Op. Ik ga zo. 300 XP. Nog een keer 300 XP. Nog een keer. Niet normaal. Geweldig. Oké. Okay. Ja. Maar ik heb trouwens echt al fucking veel munten. Ik heb er 500. Ik had er al wel nog 400. Of, nee, 100 bedoel ik. Dat zeg ik. Ik had er nog 100 in mijn kast. Maar dat, volgens mij heb ik dat de vorige keer ook gezegd. Maar dus ik heb er nu ongeveer 400 verdiend. In deze weken. Ik heb trouwens af en toe echt een paar dagen dat dressuur is me niet gelukt. Dus die heb ik niet gedaan. Ja, ik heb ze wel geprobeerd, maar soms lukt het gewoon echt niet. Ik heb dan gisteren letterlijk opgenomen met, dat oefen, met die oefenpijltjes. En toen ben ik het daarna precies op mijn andere scherm na gaan doen. Toen werkte het ineens wel. Maar ja, allemaal fouten kreeg ik daarvoor, dus super irritant. Maar ja... Bro. Yo, ik wil gewoon die laatste dier. Waar is die? Ik weet ook niet in welke straal dat beest kan zitten eigenlijk. Ik heb trouwens... als ik iemand zijn video's kijk en diegene heeft nog nooit zijn gezicht laten zien... Denk ik, ga ik helemaal zelf iemand bedenken van hoe diegene eruit zou zien. Maar het is natuurlijk nooit zoals je verwacht had. Maar ja... Ik weet niet, waarschijnlijk hebben jullie het misschien ook wel bij mij. Maar ja, maakt niet uit. Laat even weten of je dit had verwacht of iets anders of zo. Geen idee. Het klinkt echt ziek raar. Maar misschien snap je wel wat ik bedoel. Maar ja. Ja, ik denk dat ik nog 3 jaar bezig ben met het zoeken van dit laatste beest. Oeh. Oh, dat ging gewoon goed, joh. How did I survive? Even op het strand kijken.
Even een koekeloertje pakken hier. Ik weet het ook niet. Ik ben overal geweest voor mijn gevoel. Ik ben trouwens gisteren naar de Mario-film geweest, de Mario Bros. Film. En hij was geweldig, jongens. Mochten jullie het ook leuk vinden en jullie misschien twijfelen of jullie het heen willen, je moet echt gaan. Het is echt superleuk. Ik ben fucking 21 jaar. Er zaten ook echt alleen maar leeftijdsgenoten bij ons in de zaal. Dus dat was wel grappig, want ik had nog misschien verwacht dat er misschien wel heel veel kleine kinderen in zouden zitten. Maar dat was dus niet het geval. Maar echt, het was geweldig. It was amazing. Echt. Moet je echt heen gaan. Love it. Mijn favoriete karakter die kwam er niet in. Daisy is echt mijn favoriet. Maar trouwens, nog een tip. Blijf na de aftiteling nog even zitten. En na de aftiteling krijg je een scène. Maar na die scène krijg je dus weer een aftiteling. Die duurt echt heel lang. En daarna krijg je nog iets. Dus blijf gewoon zo lang mogelijk zitten. Totdat het scherm daadwerkelijk op zwart gaat. Want anders mis je wel wat. Ik ga verder geen spoilers geven. Ik stop ermee, jongens. Misschien kom ik dat dier vandaag nog een keer tegen, maar... ik vind het nu wel een beetje... Het duurt wel veel te lang eigenlijk nu. We hebben nog zat te doen. Wat is dit? Oh, dat is het pad. Cool. Laten we dat maar gauw doen dan. Al die normale races ga ik gewoon off-camera doen. En eventueel vind ik dan nog ooit dat... Oh, dat andere beest. Hoop ik. Hallo Riley, ja, ik wil graag daarheen, alstublieft. Au. Ik zit de hele tijd naar mezelf te kijken. Ik moet daar kijken, ik moet niet daar kijken. Sorry, daar moet ik aan wennen. Ja, ik wil graag het pad van de link lopen. Klikkerik, klikkerik, klik. Schij uit te praten, joh. Ja, oké, maar... Dag, missie. Ja, schiet op. Hop. Start. Gauw rennen. Ik heb hier zo weinig zin in. Dit is zo ongelooflijk saai. Ja, er gebeuren volgens mij wel een aantal dingen onderweg. Maar het is gewoon saai. Het is gewoon een beetje saai. Even mijn telly erbij pakken. Niks interessants, nee. Oh, gebeurt er nog wat of... Oh, ja, regen. Wauw, leuk. Heel leuk. Oh, ik ben echt excited om deze video online te zetten. Jullie willen niet weten. Ik was echt super zenuwachtig net. Oh mijn god. Maar nu is het al helemaal weer weggezakt. Maar alsnog. Ik denk dat jullie ook echt gaan reageren van what the fuck. Sinds wanneer, hoezo ineens, weet je wel. Ik zal je vertellen hoe ik daarop kwam. Ik heb er al een hele tijd over nagedacht of ik het zou doen met de webcam. En ik dacht net van, ik heb alle tijd. Ik ga gewoon even kijken hoe het werkt en zo met mijn opnameprogramma. Maar het was zodanig easy dat ik dacht van, ik wil eigenlijk gewoon direct beginnen als ik wil. Ja, nou moet ik wel, dacht ik. En weet je, eventueel is dit zelfs de enige video. Als jullie het niet leuk vinden of als ik het toch denk van, laat ik het toch maar niet doen. Ja... Dan is dit enige video en eventueel haal ik hem zelfs nog offline als het echt zou moeten. Oh ja, ik moet hem hier ophangen. Oh, oeps. Zo. Oké, 100 XP en dan krijg je hier ook nog 150 XP. En weer munten. Nou, dan gaan we de paardentaxi weer bellen. En dan gaan we naar Morland. Of in ieder geval, even kijken waar er... hoe heet dat? Quest is. Even een slokje drinken. Vergeet niet genoeg te drinken, jongens. Is gezond. Oh, we moeten naar de Jorvikstal. Oh ja, ik heb trouwens van de barones, ik heb die... ze is bij de renbaan. Of bedoelen ze daarmee... Oh, die Jorvikstal renbaan. Alright. Wauw, ik dacht even letterlijk de renbaan van de barones. Lily Bones, ik weet even niet meer wie dat is. Laten we daarheen gaan, ja. Oh. Ik heb 81 van de 80, geen idee hoe dat kan, maar 81 van de 80 dingen. Dus ik heb dat lintje verdiend. Dus dat kan ik mooi nu laten zien. Ik dacht dat ik hem eerder kon claimen, want ik heb hem eigenlijk al een paar dagen geleden gehaald. Maar omdat de update nog niet was geweest, hadden ze dat gewoon er nog niet in gedaan. Dus dan kan ik dat mooi op camera eventjes claimen. Ik moet nu deze pakken en niet die ander. Oh. Zo. Ja.
Ja, ik ben zo benieuwd wat jullie ervan vinden. Oh mijn god. Straks denken jullie echt van, eeuw, ik wil dit niet. Dat is echt stom. Geen idee. Oké, laten we eventjes hierheen gaan. Over een varkens rond. Oh ja, die heb ik de vorige keer losgelaten. Dat was mijn eigen. Heb ik vorig jaar heb ik die zelf losgelaten. Dat was toch met Sabine en zo. Wij raakten bijna gewond. Maar dit. Jezus, overdrijven is ook een fuck, joh, wijf. God. Wat raar trouwens dat ze dat nu zo zeggen met zo'n luchtballonnetje. Dat is echt raar. Het gaat goed, Riley, dankjewel. Wat? Ze doen trouwens alsof die varkens een of andere seriemoordenaars zijn. Wat? Opgeruimd. Oké. Okay. Wat is dit trouwens? Wanneer komt dit? Druïde technologie. Dat was toch toen? Oké, okay, hier. Oké. Okay. Volgens mij ga ik echt volledig de verkeerde kant op. Jezus, wat een weg neem ik ook. Au. Wat verdikken. Ja, oké. Okay. Hier zo ergens. Oh, we moesten gewoon hier zijn. Bro. Hier. Onze medepaarden. Onze broertjes. Ik heb trouwens helemaal niet gekeken naar de manen trouwens toen ik dit paard kocht. Maar ik vond toch die manen allemaal niet zo. Ik vind die staart echt heel erg leuk. Alleen het feit dat het dan met wit is. I don't know, daar kan ik niet met mijn hoofd bij. Vind ik niet zo mooi. Hallo, kan ik mijn beloning claimen? Oh ja. Ik heb dat dus niet aanstaan. Oh, alle. Dank dat je alles... Ja. Wil je haar helpen? Het zal wel moeten, hè, jongens. Het zal wel moeten. Niemand anders gaat het doen. Geen... wacht even. Ik moet even aanklikken wat ik allemaal wel niet wil zien, want... Helemaal zat van. Die wel, die wel. Die wel. De groepslid ook. Nou, dat was het wel zo ongeveer. Dat is... Verder is er niet echt wat belangrijk voor nu. We krijgen wel weer dikke XP hier voor onze character. Oh. Oh, mijn paard dik in beeld. De varkens zijn bang en rennen overal naartoe omdat ze van elkaar en van hun thuis gescheiden zijn. Varkens zijn kuddedieren. Oh, iemand is gedwongen om je varkens te bevrijden. Iemand heeft niet nagedacht. Ik denk dat dit. Aha, omdat jij alles schijnt te weten, ben je misschien de dader. Oeh, shite. Ik was het niet. Ik denk niet. Ik denk dat ik gewoon dit ga zeggen. Wie Sabine heeft, die bedreigd? Ik ben ontzettend teleurgesteld, maar ik weet niet wat er is gebeurd. Kijk, we moeten ons dus nu opbiechten iets wat we vorig jaar hebben gedaan. En die varkens lopen dus gewoon een jaar al rond. Zwijnenstal, we hebben geen tijd om verder te praten. Now she mad on me. Woe. Woe. That's some nice XP. Die varkens mogen ook een keer een update gebruiken. Halle Jezus. Wil je ze zoeken? Oh, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Kijk hoe schattig. Hup. Oh, dit is niet zo moeilijk. Hij loopt gewoon achter me aan, toch? Oh, en er staat zelfs op de kaart staan waar ze zijn. Nou, dan valt het allemaal nog wel mee. Straks moeten we dit ook dagelijks gaan doen. Oh my god. Nou ja, op zich valt deze nog mee. Ik hoor ook geen muziek meer. Het is hartstikke stil. Oh. Wauw, dit gaat echt best wel soepel. Beter mogen we dit elke dag doen. Alleen loopt de één helemaal daar. Twee, bedoel ik. Dat is nou wel weer wat minder. Oh, hij heeft... Oh mijn god. Hij loopt op de dressuurbaan. Een varken die dressuur doet, jongens. Ah. Jezus. Hallo, aarde uit de Star Stable muziek. Waar ben je? Lopen die varkens nou helemaal rond? Kom hier, joh. Kom. Hop. Oké, de laatste. Gauw terug. Ja. Op zich was het nog wel easy. Als het dan hetzelfde was als dat lijden van die beesten, dan zou het nog langer duren. Maar dit is wel chill. Bloep, bloep. Nou, toppie top.
Hartstikke bedankt. Uh-oh. Oh god. Who's that? It's Sabine. Oh, dit muziekje. Alright. We krijgen weer de Metallica. Hallo. Ik vind het niet leuk dat je moet storten tijdens deze heerlijke boerenknechtentaak, maar je moet even met me meekomen. Volgens Sabine naar een plek waar jullie kunnen praten zonder dat iemand meeluistert. Oeh. Gaan we naar de Duivelskloof, jongens? Gaan we naar de Duivelskloof? Onze paarden lijken best op elkaar. Nou ja, van de achterkant dan. Trouwens, ik had laatst zo'n quest dat je bij Moorland moet verkleden. Toen moest je je verkleden als Sabine. Oftewel depressief. En ik had gewoon dit aan. En het werd goedgekeurd. Dat is toch triest? Dat is toch het laatste wat je wil horen? Dat je outfit depressief is. En op Sabine lijkt. Maar goed, ik dacht van, het is aardig donker, dus misschien werkt het. En het was wel zo. Waar de fuck gaan we heen? Oh, wat de fuck is dit voor een rennenplek? Je moest me volgen die op kilometer... Als ik rij letterlijk in je kont. Wat bedoel je op kilometer afstand? Oh, schei uit, joh. Jullie zagen het. Ik liep letterlijk in de reet de hele tijd. Dit lijkt me een goede plek om te praten. Nou ja, I mean... Sure, I guess. Luister, ik heb het heel erg druk. Dus ik heb lakei nodig. Handschoenen van Sabine. Luister naar wat Sabine te zeggen heeft. Dit festival is suf, maar toch zou ik eigenlijk gewoon mee mogen doen. Alleen lopen die meisjes van de ruitenclub altijd over met klagen en verzinnen ze altijd smoesjes waarom ik niet mee mag doen. Ze weten gewoon dat ik alle dingetjes ga winnen. Kill. Ik heb overwogen om de scheidsrechters van het festival te bedreigen of ze af te persen, maar ik kreeg een beter idee. Wat vinden die opgeblazen uilskuikers nou het leukst? Versieringen. Dus dan heb ik hele bijzondere versieringen besteld die het festival echt een stuk leuker maken. Als ik het festivalterrein versier, kan ik ze misschien overtuigen dat ik mee mag doen. Op zijn minst verdien ik een vermelding in de geschiedenisboeken van het Druistenfestival. En daar kom jij om de hoek kijken. Ik heb iemand nodig die klusjes voor me doet. Waarom moet je me helpen? Waarom niet? Je hebt gedaan wat ik vroeg met varkens, dat weet ik. We zijn gewoon helemaal bezig met haar helpen eigenlijk gewoon. Hoe dan? Zorg dat ik je niet... Blablabla. Huh, en nu? Wat moet ik nu doen dan? That's it. Meer hoef ik niet te doen. Dat is raar. Misschien krijgen we dan... Oh, wacht. Ik zou even opnieuw kijken. Dit verwachten we volgende week. Hier, dit is de laatste week van het festival. Je moet iets ophalen van Sabine. Dus ik denk dat je pas volgende week verder gaat, zeg maar. Met deze quest of zo. Geen idee. En maak kans op extra paarden XP als je aan wedstrijden op het ruitenfestival meedoet. Nog meer XP, guys. Nou, ik ga paarden trainen voor live gewoon. Dit is echt geweldig. En ik heb gewoon vrij, dus ik kan gewoon elke dag online. Het is amazing. Life is good. Oh my god. Oké, nou laten we naar de barones gaan. Ik heb elke keer jeuk aan mijn neus. Sorry, een beetje irritant. Nou, we hebben natuurlijk het lint al lang gehaald. Kijk, 81 van 80. Een lint als aandenken. Het is fair, ja, ik heb een belangrijke mededeling. Barones Annabella Silverkleed heeft je dit prestigieuze lint van haar familie gegeven als erkenning voor je opvallende ruiterkunsten. Yes! 75 player XP, nice. En 250 paarden. Oeh! Oh, er rent iemand doorheen. Oh, god. Zie er lopen dan, die oude tak. Oh, nou is ze ineens hier. Oké. Waarom zweeft hij? Hij staat zeg maar niet op de grond. Dit is wel echt ziek. Maar mezelf, ik zit er letterlijk voor met mijn webcam. Hallo? Ik kan dat straks in de edit wel veranderen trouwens. Ik ben blij dat jullie allemaal zijn gekomen. Net als jullie ben ik blij dat ik er eindelijk bij kan zijn. Vandaag is een belangrijke dag voor jullie. Nee, voor ons allemaal. Ik ben blij dat ik tijd heb kunnen vrijmaken in mijn drukke schema om dit knusfestival te bezoeken. Dat ondanks het gebrek aan een adellijke weldoener, de echte geestdrift van de wedstrijd ademt. Okay. Maar het allerbelangrijkste is dat dit festival met de kans heeft geboden om de opvallendste ruiter van Jorvik te ontdekken. Riley, ik ben onder de indruk van je toewijding en prestaties bij wedstrijden. Je hebt je vaardigheden als ruiter niet alleen aan mij, maar aan alle deelnemers van het
festival laten zien. Uiteraard had je deze opmerkelijke prestaties nooit kunnen verrichten zonder jou. Trouwen met gezel Ash. Nou ja, ik heb meerdere paarden gereden, maar oké. Jullie hebben allebei mijn verwachtingen overtroffen, daarom krijgen jullie deze bijzondere prijs. Riley, hier is het. Hier is het. Hallo, Riley, hier is het klassieke Silverglade lint. Ik heb dit lint tijdens mijn leven slechts aan een paar ruiters uitgereikt. Dit keer reik ik het aan jou uit. Ik hoop dat je deze overwinning samen met Ash gaat vieren, maar vandaag vieren we jullie. Oh my god. Dit is toch vet? Ik vind het wel echt superleuk, dit. Ja, ik heb het. Oh my god. Oh. Oh, wat doe ik? Ik moet foto. Foto, foto, foto. Niet echt. Oké, okay, wacht. Dit is niet echt een topfoto. Oké, okay, zo. Oh my god, dit is toch wel ziek. Dit is echt nice. Ik ga eventjes een fotootje maken. Dit is echt super mooi. Nou ja, ik denk... Laat even in de comments weten. Hebben jullie ook het lintje al gewonnen of niet? En waarschijnlijk kun je dat gewoon nog de komende weken halen. Het valt best wel mee. Ik dacht dat het moeilijker was om hem te halen. Maar als je echt elke dag gewoon alles gaat doen... Dan ben je eigenlijk zo klaar. Dat scheelt. Guys, volgens mij was dit update. Ik zal nog heel even kijken... In het nieuws, maar... Trouwens, die dieren geef je gewoon 4 lentemunten per dier. Dus je kan gewoon 16 lentemunten per keer verdienen bij die Scott Buttergood. Dat is wel echt super ziek. Ik denk dat dit het was, jongens. Dit was gewoon mijn eerste video dat jullie mij zien. En ik mezelf zie in de Star Stable video's. Het is misschien wel een revolutionaire video. Misschien ga ik dan wel voor altijd... mezelf erin doen, geen idee. Maar ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? En ook geef alsjeblieft feedback over de webcam en hoe ik eruit zie. En weet ik veel, nou ja, hoe ik eruit zie met meer in de zin van, is de webcam qua grootte goed? En weet ik veel, moet ik het anders doen? Is de kwaliteit echt ruk? Want het kan best zijn dat ik misschien dan dezelfde ga kopen als deze. Want volgens mij was dit helemaal niet zo'n hele dure. Hij is gewoon HD kwaliteit als het goed is. Ja, laat even weten wat jullie ervan vinden. Ik wil je dus weer bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Dus zeker duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Dus tot dan. Doei doei!